nogmaals puncteren is niet zinvol. Nee, de ligging van het klierpakket is er ook niet naar. Nee, precies. Oh, Jan. Ja? Zul jij meteen een lappertemie regelen? Doe ik. Ja. Zo, mevrouw Bakker. Hoe voelt u zich? Slecht. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. We vermoeden inderdaad dat u een ziekte aan de lymfklieren hebt. En? Is het kwaadaardig? Mogelijk. Maar is er iets aan te doen? Dat hangt van de diagnose af. U zei vermoeden. Is het dan niet zeker? We zullen u eerst moeten opereren om te zien hoe ver de ziekte zich heeft uitgebreid. Opereren? Zuster. Nou. Oh, meneer Willemsen, u verdwaalt niet weer, hè? Onmogelijk, zuster. De weg is mij geopenbaard. Ja, maar ik zou toch een beetje in de buurt blijven. Mag hij wel van de afdeling? Oh, jawel, maar dokter Nijpels denkt er wel over om hem naar een verblijfafdeling over te plaatsen. Hoezo is hij gevaarlijk? Ah, nee, die man die doet geen vlieg kwaad, maar het is een fantast. Gisteren reed hij bijna met een stadsbus weg met een paar patiënten, want dan wilde hij het einde van de wereld laten zien. Dat is fair. Ja. Allemaal goed. Vanmiddag moet je maar eens wat gaan lopen. Ah, te gek. En hoe is het met eten? Je mag alles weer hebben. In het begin zul je een beetje misselijk worden, maar dat hoort erbij. En verder? Verder wat? Nou, zonder die mild. Oh ja, zonder mild. Nou, je kunt heel goed leven zonder mild. Je bent alleen gevoeliger voor bepaalde infecties. Ah, stof, hè? Tof. Ja, tof. Wie gaat op bezoek? Ja, mag ik even kijken wat hij heeft? Dat is appels en fruit voor mijn zoon. Ah, meneer Smit. Ah. Meneer Zoon gaat het tof. Evert, je vader. Laat de bloedgas. Zie ik. En de rest van de uitsmalen. Het coma verdiept zich. En? Geen verandering. Wat is jullie prognose? Dwarslesie is vermoedelijk blijvend. Alles hangt af van het herstel van de hersenen. Er zijn in ieder geval geen complicaties. Irene, we zouden je graag meer hoop geven. Je bent op de hoogte van dit ziektebeeld. Jawel. Ja, maar hij kan toch nog bijkomen? Daar is niets van te zeggen. We doen ons best. Oh, Getsie. Welke idioot heeft nou weer zijn bekertje hierin laten staan? Ik! Oh, echt? Oh. Ja, wat je doet, idioot! Sorry. Sorry, wat heb ik daar nou aan? Kan ik me weer gaan verkleden? Wees van me af, gek! Dat moet met water. Ik krijg er dus nooit meer uit. Oh ja. Niet zo chagrijnig. Nou, met jou kunnen we ook de oorlog winnen. Wat? Waarom probeer je die koffieautomaat om klaar te maken? Ik moet hem schoonmaken. Nou, hij was anders net nog schoon genoeg. Nakijken. Oh. Hij deed het ook nog prima hoor, voordat jij ermee ging bemoeien. Wat een stelletje zeikerige rotzusters lopen er hier rond, zeg. Blah. Ach, goh. Meneer is op zijn teentjes getrapt. Plannetjes? Lijkt hier wel een gevangenis, Herman. Hé, hey, kom even in bed zitten. Ik heb prik voor je. Wat is dat voor? Penicilline. Zo. Hé, hey, je weet dat je vanmiddag naar het huis van bewaring gaat? Kan ik niet hier blijven? Dat lijkt me sterk. Voor jou alleen al hebben ze hier een bewaker voor de deur zitten. Hij zit er daar de hele dag. Ja. Zo, gebeurt. Herman, kun je niet een keer meenemen naar de kantine of zo? Houd toch op, jongens. Ze pakken je toch zo weer, hè? Ja, maar die vent moet toch wel eens pissen. Ja, maar dat komt hij jou heus niet vertellen, hoor. Maar dat kan jij toch doen? Ja, begrijp. Moet dat nou alweer? Controle bloedgassen.
Je wordt geroepen. Mam, wat fijn dat je er bent. Is het nog steeds hetzelfde? Ja. Is Paultje bij Marten? Nee, die is thuis met de oppas. Komt Marten hier? Waarom? Nou, voor jou. Maar jij bent er toch? Ach, dan Reine. Dag, mevrouw Verdonk. Irene, ga maar naar huis. Nee. Ga nou maar. Ik bel je als er iets is. Breng je dit nog even voor mij weg? Ja, dokter. Dank je. Ingrid. U zoekt liefde en genegenheid, zie ik. Maar waarom zoekt u het in Den Vliezen? Wij vinden elkaar aardig. Dat lijkt maar zo. Nee, dat is zo. Een vergissing van u beiden. En die maakt u opzettelijk om te bewijzen dat u menselijk bent. Niets menselijks is ons vreemd, ja. Ziet u wel, u wilt een spreekwoordelijk mens zijn. Maar bent u dat wel? Is het niet slechts een vrijbrief om toe te kunnen geven aan de lage lusten? Misschien wel. U dwaalt zo. U laat zich leiden door de prikkeling der zinnen. We zeiden anders geen woord, hoor. Het woord is ook niet aan u. Dat is al lang geleden gesproken. En daar hoeft u alleen maar naar te luisteren. En ik ben gezonden om hier een immoreel gedrag een halt toe te roepen. Meneer, wij horen bij elkaar. U hoort bij de Almachtige, niet bij elkaar. Wie bent u eigenlijk? Oh, dat weet u natuurlijk niet. Ik ben pastor Willemsen. Oh, Jan van der Wouden. Aangenaam. 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 Hadden wij niet eerst pastoor Kijkduin? Ja, maar die is ziek. Ik vervang hem. Zodoende. Hé, hey, hier zijn de pindarotsjes. En de bloemenwinkels waren vandaag wel open. Oh, lief. U bent de echtgenoot van mevrouw Bakker? Ja of nee? We zijn kort geleden gescheiden. Oh. En nog wat slapen, mevrouw Bakker? We hebben ons niet vergist. Hodgkin? Nee, non-Hodgkin. Maar dat verschil dat leg ik u later wel uit. Ik hoop dat we er op tijd bij zijn. Kan het genezen? Daar zullen we ons best voor doen. Wordt ze bestraald dan? Ja. Zit er dan nog wat? We hebben bij het botbiopt een kleine huid gevonden. En moet het ook worden weggehaald? Nee, nee. Nee, we willen aanvangen met een gecombineerde therapie. Bedankt voor het oppassen. Oeps, ik kan helpen niet zeggen. Heel graag. Als je misschien morgen weer zou kunnen werken. Ja, dit heel erg schoon. Ja? Met het huis van de familie Schaltema. Magda, waar zit je? Nee, we komen net binnen. Nou ja, niet beter, maar ook niet slechter. Oké, dankjewel. Nee, Reinie Hermans is bij hem. Als er wat is, dan belt ze. Ja. Hier komt Irene. Irene, Magda aan de telefoon. Wat doe je nou? Ik wil dat mens niet spreken. Hè? Dat rotkring. Wat is dat nou? Het was Magda. Mijn zus, ja. De slet. Wat is er aan de hand? Wees jij daar soms ook van? Waarvan? Thomas had een verhouding met Magda. Wat? Mijn man en mijn zus bedonderen me. Hoe weet je dat? Ik heb een brief gevonden. En hoe lang al? Vraag de details maar aan je dochter. Wat een rotstreek van Thomas. Van Magda zou je bedoelen? Doet hij het niet? Nee, dat kan je wel zeggen, ja. Nou, laat mij maar even. Heb jij er verstand van dan? Hé? Hey? Och. Hoe kom je trouwens zo opeens vandaan? Was in de werkplaats bezig. Toevallig. Ja, toevallig. Ja, je bent echt technisch, hè? Een beetje. Zo doet hij het weer.
Je bent een schat. Bedankt voor je technische dienst. Daar werk ik ook. Oh ja? Ja! Bestralen en chemotherapie, waarom allebei? Omdat wij geloven dat dat de beste resultaten blijven. Het zal zwaar voor u worden, maar we slepen u er wel doorheen. Heeft u een goede vervanger op kantoor? Ja, maar op dit moment ben ik helemaal niet met werk bezig. Hou me zo. Nou, als er praktische problemen zijn, u kunt altijd bij me aankloppen. Hè? Goed, mevrouw Bakker. Morgen komen we hierbij langs. Ja, dag. Nou kan ik het niet alleen, George. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar we zijn toch uit elkaar? Daar gaat het toch niet om? Het is nou maar goed, hè, dat we geen kinderen hebben. Je krijgt ook altijd gelijk. Misschien voelde ik dit wel aankomen. Nee, zo was het niet. Jij wilde niet voor je werk, weet je nog? Dan moesten we daarvoor nou... Stil nou, daar hebben we het nou niet over. Ben je toch lief voor me? Je hoeft heus niet elke dag te komen, hoor. Dat bepaal ik zelf wel. Ja, maar ik bedoel... Nee, alleen... Mathilde, jij moet beter worden. En daar help ik jou bij. Shit. Wat is er? Verslechterd. PO2 te laag. Ademhalingsdepressie. Ja, door hersenedeem. Gaan jullie beademen? Nee, eerst proberen we manitol. Langzaam in laten lopen? Ja, en dexamethason natuurlijk. Ik had gehoopt dat hij beter zou reageren op de medicatie. Het spijt mij echt voor Irene. Zal ik Irene waarschuwen? Ja. Wat moet ik dan precies tegen haar zeggen? Dat hij snel achteruit gaat. Of nee, ik vertel het zelf zo wel. Geef je even een seintje als er is. Thomas. Slecht. Gaat hij dood? Dat kan ik niet zeggen. Is Irene bij hem? Ja. Magda, het lijkt me beter dat je hier weggaat. Ja, ik wil hem even zien. Dat kan niet. Niet nu. Hij is mijn zwager. Oh ja? Nog meer, dacht ik zo. Je weet het. Ja. Dan begrijp je toch ook... Nee. Ik begrijp zelfs niet dat je hier durft te komen. Dat kan je ook niet begrijpen. Je hebt geen man. Wil je maken dat je wegkomt? Ik heb wat kleren voor mijn zoon. Sorry, even kijken. Dan ga je gang. In orde. Gezeverd. Ha! Was het weer eens gek, hè? Klier? Ja, klier. Je gaat vanmiddag weg, hè? Ja, ik weet nog niet waar naartoe. Naar het huis van bewaring. Ja. Wat hoop jij, hè? Nee. Dat ik lekker word opgesloten. Dan weet je tenminste van me af. Niet waar, even. Niet waar, maar ik denk dat je met een schone lei moet beginnen. Man, is het niet zo stom te zeiken met een schone lei? Ik wil je helpen, Evert. Wil je helpen? Ja. Hè, als je echt wil helpen, dan moet je me ook nu helpen. Ik ben helemaal gek. Nu! Nu ben je helemaal gek! Evert! Ik ben je leven niet! Donner! Ik ben je vader! Kalm aan, hè? Evert. Dus zo staat het ervoor, Irene. Maar je moet de hoop nog niet opgeven. Ja, waar moet ik die vandaan halen? Ja, dat is natuurlijk een hele opgave voor je. Als hij nou nog bij kwam, kon ik nog met hem praten. Dat kan natuurlijk altijd nog. Ja, maar wat moet ik dan eigenlijk tegen hem zeggen, Simon? Je gaat dood. Kan ik iets voor je doen? Ja, luisteren. Ik luister.
Heb jij iets tegen mij? Tegen jou? Nee hoor. Waarom kijk je me eigenlijk niet aan? Ik werk. Met Jan van der Wouden kan ik prima opschieten. Fijn. Ja. Maar met jou niet. Voel jij je bedreigd door mij? Zou dat moeten dan? Zeg, koning, dan moet jij eens goed naar me luisteren. Ik hou niet van dat kinderachtige gedoe. Ik doe hier gewoon mijn werk. En waar jij allemaal mee zit, interesseert me geen bal. Maar tegenover mij zal je je behoorlijk gedragen. Je hebt gelijk, ik misdraag me. Maar geloof me, ik heb echt niks persoonlijks tegen jou. Weet je dat zeker? Ja. Maar wat kan ik voor je doen? Niks. Kan ik iets voor jou doen? Ik dacht het niet, nee. Oh, wacht, toch, toch. Ik heb hier een dossier van ene meneer De Jong. En die is vervroegd ontslagen. Ik wil graag weten waarom. Waarom doe je dat zelf niet? Je wilt toch zo graag met me samenwerken? Ga een kop koffie. Hoop wel. Blijf rustig zitten, joh. Ik moet een beetje lopen van de dokter. Je gaat wel waarschuwen, hè, voordat je gaat schieten. Dat niks uithaalt. Hier, rustig, snel maar. Laat maar. Gaat het? Hi, hi. Even zitten. Knap hoor. Wat is knap? Nou, werken en een kind opvoeden. Kan toch iedereen, zeggen ze. Ja. Ik niet. Ik kan maar één ding tegelijk. Dat weet u pas als het zover is. Heeft u wel eens aan kinderen krijgen gedacht? Jawel. Maar u kunt ze niet krijgen? Jawel. Maar ik wilde niet. Daarom zijn wij ook gescheiden, mijn man en ik. Maar er is iets anders. Wat? Iets dat mijn man, mijn ex-man, niet weet. Is het belangrijk? Ja. Dat is niet goed. Dat u blijft tobben over iets wat u dwars zit. U heeft nu al uw energie en aandacht nodig voor de behandeling. Ja. Misschien is het nu het moment om erover te praten. Weet je, toen ik erachter kwam dat Thomas met Magda naar bed was geweest, toen kon hij van mij doodvallen. En nu kan Magda van jou doodvallen? Ja. Maar als zij hier zo liggen? Ja, dat zou ik natuurlijk ook vreselijk vinden. En toch praat je nu zo? Ja, natuurlijk. Het blijft toch een rotstreek van haar? Ja. Zeg dat ze weggaat. Geef me een kans, Irene. Ik jou een kans geven. Die heb je al lang zelf genomen met Thomas. Het is nu toch allemaal anders? Ja, precies. Daarom kan je beter weggaan hier. Ik maak me zorgen om Thomas. Je had je zorgen moeten maken om mij. Irene, het heeft nu toch geen zin om daarover te praten? Het is nu helemaal gebeurd. Ja, precies. Dan kan je beter opdonderen. Magda, je moet hier weggaan. Irene. Thomas hield ook van mij. Hij ging met jou naar bed. En dat is niet hetzelfde. Je moet weten dat Thomas bij mij iets vond dat hij bij jou miste. Vuile rothoed! Hoe durf je? Altijd wilde jou bij vriendjes hebben. Iedereen van binnen in bed te krijgen. Vuile rothoed! Iedereen. Jij moest Thomas helemaal niet hebben. Je probeerde mij te kraken. Als je nou niet gauw op solemiede, dan
sorry. Afdeling A4, waar is die? Gewoon rechtdoor. Oké, dank je. Ja? Het is nu 7:30. Waarom niet? Ik kan toch wel even een wagentje langs het ziekenhuis rijden? Oh. Nou, oké. Okay. Ik zal het zeggen. Die Smit die blijft nog een nachtje. Oh, gezellig. Morgenochtend om 8:00 wordt hij opgehaald. Goed. Agent, heeft u al wat gegeten? Nee, eigenlijk niet. Dan zal ik wel even wat boterham voor u maken. Kan ik nog net doen voordat ik afnok. Loopt u even mee? Dat kan natuurlijk niet met die... Nou ja hoor, die loopt niet weg. Oh. De Jong is door Van Lennep ontslagen. Kijk eens aan. Weet je ook waarom? Ja, de behandeling kon polyklinisch worden voortgezet. Dat doet Van Lennep meestal niet zo snel. En de patiënt wilde graag naar huis. Ja, dat wil iedere patiënt. Maar dit was een vriendje van de bak. Nou en? Een economisch directeur mag zich niet met patiënten bemoeien. Maar Dick heeft toch toestemming gegeven? Ja. Krijg ik nog meer uitleg? Later misschien. Erik, doe me een mol. Ga je hem vervolgens zelf achter je geheimpjes aan doen? Irene is in het ziekenhuis, hoor. Ik wil met jou praten. Ik vind het ongelooflijk van je. Alleen voor mij? Van Thomas wisten we dat hij niet te vertrouwen was. Dit was niet zomaar een slippertje. Wat noem je het dan? Thomas hield van me. Ach, kom nou. Hij was niet gelukkig met Irene. Hij was met Irene getrouwd. Ja. Dat was jij ook met papa. Of ben je dat soms vergeten? Je vader deugde niet. Nee, maar jullie waren wel getrouwd. Dat mocht geen naam hebben. Wisten wij veel als kinderen? Toen was scheiden niet zo makkelijk als nu. Nee, overspel. Dat was toen makkelijk. Wat bedoel je daarmee? Dacht je soms dat wij niet wisten dat al die zogenaamde ooms die bij ons over de vloer kwamen bij jou in bed lagen? Toen was papa al weg. Ach, helemaal niet. Wat wil je er nou mee zeggen? Dat ik die heilige verontwaardiging van jou niet pik. Nee, maar Irene heeft daar wel reden toe. Alleen maar omdat ze niet beseft dat ze Thomas toch al bijna kwijt was. Aan jou? Ja. Wat ben jij keihard, zeg. En van wie heb ik dat, denk je? Hey. Hallo. Ben je klaar? Ja. Je gaat er niet zo mee. Nee, ik heb mijn spullen hier. Oh. Hier werk je dus? Ja. Leuk. Je veter is los. Oh. Die zijn oud? Ja. Dacht je dat ik voor die paar centen die ik verdien nieuwe kon kopen? Mooi niet. De baas gevraagd of trimschoenen ook bij de werkleiding behoren, maar nee. Pieter. Zeg eens wat. Verdomme, Pieter, waar ben je nou? Hier. Ga je mee? Ja. Oh, de prachtige bloemen. Er staat daar een vaas in de kast, Josh. Wil jij het regelen? Dank je wel. Hey, ouwe zus. Hey, haar. Wat heb jij van me meegemaakt? Hoe is het op school? Heb je hier een rapport gekregen? Ja, ik heb een 9. Voor gymnastiek zeker? Ja. Toch gefeliciteerd. Lekker hoor. Chocolaatjes. Ja. Ach, prachtig. Zit maar daar niet, mam. Zeg, Mathilde. Herinner jij je nog die vriendin van Miri? Saskia? Nee. Jawel. Die er met die Italiaan vandoor ging. Oh ja. En? Nou, die had precies hetzelfde als jij. Hodgkin. Non-Hodgkin. Ja, wat betekent non-Hodgkin? Kees, wat kan dat nou schelen? Nou, en? Volledig genezen. Oh, had ze ook chemotherapie? Dat weet ik niet. Krijg jij die? Ja, en bestraling. Maar daar zijn ze heel ver mee. Ze doen het allemaal om de ziekte voor te blijven. Dat is bij non-Hodgkin wel een beetje lastig, want deze vorm heeft een onvoorspelbaar verloop.
Dan is er wel de tijd voor je, meid. Voor jullie ook, pap. Maar jij bent sterk. Hm? Ja, ik kom mijn huis wel weer bovenop. Echt, daar zal ik voor zorgen. Reageert iets beter op de medicatie. En? Wordt nu beademd. We moeten blijven afwachten. Afwachten, afwachten. Niemand kan iets doen. Hij moet het allemaal zelf doen. We kunnen alleen maar toekijken. Hij kan niet veel meer doen. Je bedoelt ook als hij wakker wordt. Denk je daar wel eens aan? Nee. Je weet niet hoe ernstig die hersenbeschadiging is. Misschien is het maar beter dat zulke patiënten het niet halen. Moet je niet zeggen, Reini. Zie jij Thomas zijn leven verder in een verpleeghuis? Nee, thuis. Thuis? Denk je dat ik dat niet aan kan? Jawel. Maar je hebt ook nog een leven. Agent! Agent! Moet ik een pleister halen? Nee joh, ik moet alleen even pissen. Kan je even die fles aangeven? Waar? Ja, onder mijn kastje. En maak dan ook gelijk die handboeien even los, hè. En snel joh, of ik schiet je kapot! Die sleutel, snel, pak hem. Kom op, kom op, kom op. Maak het spel alsjeblieft, dames en heren. Tien. Zwart, ver, mank. Ja, het blijft een gok, hè? God, alle moeder, wat is dit? Wat is met jou gebeurd? Nee, dat gaat niet, dat zit vast. Met je eigen handboeien. Oh, wat vreselijk. En waar zijn de sleuteltjes dan? Ja, die hebben ze meegenomen. Nou, ik haal wel iemand. Zo. Dat is een heel maandsalaris. Och, dat lijkt alleen maar veel. Het is maar wat je gewend bent, hè? Ja. Toevallig dat we elkaar hier treffen. Nou, het is maar wat je toevallig noemt. Hoezo? Kom jij daar vaak hier? Nee, jij? Nog een enkele keer. Vroeger kwam ik nog wel eens in die illegale casino's. Met meneer de Jong. Ja, inderdaad, ja. Dat ging allemaal een beetje stiekem, vandaar dat ik me de Ruiter noemde. Oh, vandaar. Maar ja, dat is alweer een hele tijd geleden. Ja, ach, maar zo erg is dat toch niet? Ik bedoel, iedereen mag toch zijn hobby's hebben? Jawel, jawel, dat is ook wel zo, maar om gokken hangt nou eenmaal een beetje een sfeertje van... Gokken? Ja. Ja, voor je het weet heb je de reputatie van een... Een gokken? Ja. En je weet hoe conservatief het bestuur van het ziekenhuis is, hè? Vertel mij wat. Ik denk niet dat ze het op prijs zouden stellen als ze zouden merken dat de economisch directeur zo af en toe eens een gokje waagt. Ja, maar nu is het toch legaal? Wel, wel, het is nog eenmaal zo, maar toch lijkt het me beter dat dit onder ons blijft. Uitstekend. Trouwens, je moet zelf weten wat je met je eigen geld doet.
Maar heb jij die andere jongen dan helemaal niet gezien? Nou, misschien wel, maar je kan toch niet aan iemands neus zien of hij een pistool bij zich heeft? En ik ging om 7:30 naar huis. Toch zijn wij verantwoordelijk. Oh nee, Reinie. Ja, strikt genomen wel natuurlijk. Maar we kunnen toch moeilijk elk verdacht persoon gaan fouilleren? Dacht dat niet. Trouwens, de politie heeft hem zo weer te pakken. Excuseer me even. Verdacht persoon. Hoi. Hoi. Voor jou. Dit? Ja. Hier. Ben je gek geworden of zo? Omdat ik zo heb laten schrikken. Heb je dat voor mij gekocht? Ja. Ja, maar deze zijn veel te groot als maat Kano. Dan ruil ik ze wel. Nee, grapje. Sorry. Nou, dat vind ik hartstikke tof van je. Je bent een schat. Snelle pols en 39,3. Misschien heeft hij een of andere infectie. Dat zien we wel vaker bij mensen met een lage weerstand. Maar dat gaan we eerst onderzoeken en daarna behandelen. Ja? Ben benieuwd. Dag. 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 Dat is een aardige vent, hè? Ja. Ik ben nog op je kantoor geweest. Ik heb alles geregeld met Willeke. Oh, fijn. Die is goed, hoor, die meid. Ze vangt alles prima op. Alleen die 48 premisseerwoningen, die gaan helaas niet door. Nee, dacht ik al. George, denk jij dat ik beter word? Natuurlijk word je beter. Kom eens hier zitten. Wat doe je serieus? Ik moet je iets vertellen. Nou, vertel op. Is moeilijk. Kom, je kunt mij toch alles vertellen? Toen ik 15 jaar was, ben ik toch een jaar van school geweest. Ja, toen had je TBC. Nee, ik was zwanger. Hè? Ik heb een kind gekregen. Wat? Ik heb afstand gedaan en ik ben teruggegaan naar school. Maar waarom heb je dat nooit verteld? Dat had ik beloofd. Aan wie? Aan mijn ouders. Aan je ouders? Ze hebben het kind opgevoed. Harry? Mijn god, Mathilde. Maar Harry. Harry is jouw. Ja. Harry is jouw zoon? Zeg, de bak die ken je, hè? Walter? Ja. Mm-hmm. Weet je dat hij al jaren in casino speelt? Ja. Hoe weet je dat? Ik kwam hem tegen in het casino. Wat deed jij daar? Oh, zomaar eens kijken. Of de bak daar was. Ik vind het namelijk vreemd dat die meneer de Jong niet wilde kennen. Onze meneer de Jong? Ja. Ah. Dus dat is wat jij bedoelt met samenwerking. Ja. Maar wat is er nou voor bijzonders aan? Ene meneer de Jong wordt ontslagen omdat hij gezond is en Walter de Bak komt wel eens in casino's. Dus niks aan de hand, zou ik zeggen. Ja, maar waarom heb ik dan het gevoel dat hij iets te verbergen heeft? Misschien moet jij wel niet te veel op je gevoel afgaan. Stoei. Hey, collega. Nee, hoor. Ik neem de zaterdag wel. Wie hebben we dan voor de zaterdagavond over? Suzanne en Irene. Ja, dat kan niet. Irene werkt voorlopig niet en we kunnen Suzanne niet elk weekend laten komen. Mm. Heb je al om uitzendkrachten gevraagd? Ja, maar je weet hoe ze bij personeelszaken zijn. Ja, alleen vlug met ontslagbrieven, hè? Oh, gelukkig dat er zoveel bedden leeg zijn. Hallo.
Hallo, dag Dick. Reinie, ik... Heb ik toch helemaal vergeten om mijn fiets op slot te zetten? Je hebt helemaal een fiets. Dag Dick. Ik heb nog eens nagedacht. Ja, als we nog langer blijven wachten op onze grote, ware liefde, dan zitten we in het bejaardenhuis. Ik zou graag oud met je willen worden, snap je? Maar Dick, jij bent al oud. Nou, dan zou ik oud met je willen zijn. Je houdt wel aan, hè? De aanhouder wint. Nou, ik weet niet of je zo gelukkig moet zijn als je mij wint. Ik wel. Ik ben nog niet bepaald de hoofdprijs in de liefdesloterij. Nou, dat gokje zou ik wel met jou willen wagen. Dick, we hebben werk te doen. Dag moeder. Ik heb Paaltje naar de crash gebracht. Ik heb je maar laten slapen. Hoe laat was je thuis? 3:30. Hebben ze nog gebeld? Nee. Magda was gisteravond hier. Oh? Zat ze weer zielig te doen? Nee, dat niet. Ze zegt dat het heel serieus was tussen Thomas en haar. Ach, laat me toch niet lachen. Ja, dat kreeg ik op mijn brood. Wat? Ik had haar het slechte voorbeeld gegeven. Hoe durft ze? Het is gewoon een slet. Ze heeft nog nooit van haar leven een normale relatie kunnen opbouwen. Dat zou ze niet eens kunnen. Nee, dat is niet waar, Irene. Ach, mam, je weet toch hoe ze is. Ze komt vanavond hier om met je uit te praten. Ze komt er niet in. Je moet nu toch geen ruzie met haar maken. Thomas heeft al onze aandacht nodig. Wil je echt niet met haar praten? Begrijp je dat dan niet? Ja, verdomme, die 15 is waardeloos. Weer een ladder. Echt net gekocht. Daar moet je mee oppassen. Hoezo? Daar klimmen kerels in. Waarin? In die ladders. U let wel goed op, hè? Alles wat op mijn weg komt, bekeer ik. Hij is een nieuwe pastor. Oh! Pastor Willems, ik vervang Kekde. Van pastor Willems mocht ik mijn eigen kerel niet eens noemen. Je eigen Jan maar niet? Was dat uw echtgenoot? Zoiets. Waarom doet hij dat dan niet thuis? Nou zeg. Thuis doen we het ook. Heeft u kinderen? Nee. Mag ik eens met u praten? Oh, weet u misschien hoe het moet of zo? We praten nu toch? Ik hou erg van kinderen. Ik hou eigenlijk van iedereen. Wij zijn allemaal kinderen van één vader. Mag ik een kogel? Ja, natuurlijk. Dat is aardig van u. Daarvoor wordt u beloond. Kom, ik ga maar weer eens op pad. Ja. Ga in vrede. Dank u wel. Wat een mafkees. Geen pupilreflexen meer. Niks meer. EEG laat ook geen activiteiten meer zien. We beoordelen de situatie over 24 uur opnieuw. En als die dan nog hetzelfde is? Ja. Dan moeten we met de familie overleggen. Nou, deze ook. Is ook erin. Wat heb je nog meer? Hm. Hoe is het? Ik vrees maar nog. Is het gebeurd? Ik vrees van wel. Hoe moet het nou met het kind? Gelukkig heeft hij nog een moeder. Zullen we het maar houden op het laatste dan? Hè? Misschien een beetje beter. Walter, kan ik je even spreken? Heeft het haast? Nou, kort dan. Onder vier ogen graag. Rudolf, zou jij ons een ogenblik alleen willen laten? Ja, dat kan wel. Nou, wat wil je, koning? Walter, ik kijk wel eens vooruit, weet je. En dan maak ik een bespiegeling over mijn toekomst.
Dan weten we dat Van der Voort binnenkort opstapt, maar zijn opvolger is nog steeds niet geregeld. Je weet donders goed dat dat een kwestie van de maatschap is. En de directie. Ik ben geen medisch directeur. Maar je hebt wel zeggenschap. Ik kan niks voor je doen, koning. Ja, of wil je niks doen? Beide. Maar stel nu dat Onverhoed het gerucht de ronde gaat doen dat de directeur een vermogen in het casino verspeelt. Wat? Men zou zich afvragen waar hij dat geld vandaan haalt. Ik waarschuw jou, koning. Ja, want hij staat niet bekend als een vermogend man. Zij, ben jij nou helemaal belazerd? Hoe haal je het verdomme in je hoofd? Ik heb hem bijgestaan. Domme schoftijd om mij hier te chanteren. Als je die gauw opzonen biedt, dan sla ik die bril van je eigenwijze kop. Meneer en mevrouw Bakker, u heeft het al die tijd geweten, dus u verliest niet echt een zoon. Nee, maar die jongen verliest zijn ouders. Ja, en krijgt er een moeder voor terug. Dat kun je die jongen niet aandoen. Hij weet niet beter. We moeten toch ook aan die dochter denken. Zij heeft jarenlang rondgelopen met een schuldgevoel. Dat houdt ze niet nog langer vol. Het zou haar genezing bevorderen als alles is opgehelderd. Ik ben zo bang dat het een veel te grote schok voor haar zal zijn. Maar hij is toch al 17. Ja, maar ik ken die jongen. Ik ken hem als mijn eigen kind. U moet ook eens aan mijn vrouw denken. Ik begrijp dat het moeilijk is voor u allemaal. Harry zal nooit kunnen begrijpen dat we al die tijd maar gespeeld hebben dat we zijn ouders waren. Denkt u dan niet dat het veel erger voor hem is als hij het later in zijn leven hoort? Nee, dan heeft hij zelf kinderen. Ja, maar de leven wordt erdoor beheerst. Ons huwelijk is er kapot aan gegaan. Maar dat kind heeft er niet om gevraagd om op de wereld gezet te worden. Begrijp dat dan toch? Mathilde, jij wil dit zo. Zou het misschien kunnen zijn, mevrouw Bakker, dat u in de tijd de schande niet aandurfde? Zoiets te zeggen. Wij die altijd alles gedaan hebben. En vindt u ze met uw eigen zaken, bemoei je niet met de onze. Foutje? Geef me. Ik kan er niet meer terug. George, wil jij vanavond Harry meenemen? Hoi. Hallo. Wat zit je te doen? Oh, doet je auto het niet? Jawel. Ah, wacht eens. Zit je er zo ver in? Nee. Nou, denk toch van wel. Laat me maar, ik ga naar huis. Zal ik meegaan? Oh, ik bedoel, niet als oneerbaar voorstel. Ik bedoel, gewoon meegaan praten over waar jij over zat te denken. Wat had dat ook mogen zijn? Wat het ook mogen zijn. Graag een andere keer, Dick. Ik ben erg moe. Reinie. Kan soms best leuk zijn om met iemand te praten. Ja, soms wel. Vanavond niet. Hey. Ik ga, Dick. Tot morgen. Bedankt. Tot morgen. Je bent erg goed. Als jij nee gezegd had op mijn uitnodiging, dan had ik dat wel gedacht, ja. Nou, dat meen je niet. Oh, jawel hoor, dan had ik inderdaad gedacht dat je alleen maar aardig voor me geweest bent vanwege die aanstelling. Rik, zo ben ik toch helemaal niet? Oh, nee? Nee, ik... Hallo, mag ik dit tête-à-tête even verstoren? Ah, kijk wie we daar hebben. Rudolf, kan ik je even spreken? Nou ja, dat kan wel. Als Eva zonder mij kan. Ah, nee, blijf zitten. Ik moet toch nog even bellen. Dank je. Rudolf, ik denk dat wij wat aan elkaar kunnen hebben. Oh ja? Je hebt mijn ruzie bij Walter gehoord? Nou ja, kon mij niet ontgaan. En je weet waar het over ging? Geen idee. Nou, jij bent nu tegen de 40, schat ik. Maar wat heeft dat ermee te maken? En je wil het ook wel eens voor het zeggen krijgen, neem ik aan. Wat bedoel je? Nou, economisch directeur worden, bijvoorbeeld. Ja, Walter de Bak is 50 jaar, die gaat nog lang niet weg. Juist. Maar stel nu dat Walter wel voortijdig op zou stappen. Zou je dan solliciteren naar zijn baan? Ik denk van wel, ja. Ja, dat vermoeden ik al. Maar hoe kom je erbij dat Walter zou vertrekken? Je weet nooit. Waar stuur je nu precies op aan, koning? Hallo, mag ik nog even binnenkomen?
Nou, je bent er al, hè? Doe je jas maar uit. Ja. Reini, ik vind het ook moeilijk om over mijn gevoelens te praten. Ja, daarin doen we niet voor elkaar onder. Wat zit je dwars? Probeer me te vertrouwen. Nou, ik ben zo gewend alles alleen te doen. Mijn problemen los ik zelf wel. Ja, dat is geen antwoord. Vertel over. Ach. Het ging me om Paultje Scheltema. Zo'n kereltje. En dan opeens dit ongeluk. En straks Irene die twee kleinkinderen op moet voeden naar eentje. En een totaal hulpeloze man verplegen. Als ik daaraan denk dan... Reini. Ben je blij dat je geen kinderen hebt? En geen man? Ja, daar zit ik juist over te denken. Of ik daar blij om moet zijn. En? Ja en nee dus. Zoals het leven zelf. Ja en nee. Ja. Nee. Ik bedoel, ja. Mama heeft me binnengelaten. Irene, wil je even naar me luisteren? Jij begrijpt het nog steeds niet, hè? Jawel. Waarom kom je dan hier? Weet je dan niet wat ik doormaak? Jawel, dat maak ik ook door. Oh ja? Ben jij door je zus belazerd? Ben jij door je man bedrogen? En ligt jouw man misschien op sterven? Het gaat nu alleen om het laatste. Nou, hij is jouw man niet. Zo voel ik dat wel. Je hebt nog nooit gevoel gehad, dus stel je niet aan. Irene, ik heb met Thomas iets gehad dat ik nog nooit met iemand anders heb meegemaakt. Nou, dat is dan nu afgelopen. Je kan hem niet eens meer van me afpakken, want hij gaat dood, hoor je dat? Thomas gaat dood! Luister nou, Irene, als Thomas een van mijn slippertjes was geweest, dan had je hem me mogen verwijten. Wat was het dan? Tussen Thomas en mij was veel meer aan de hand. Ach, je gaat me toch niet vertellen je grote liefde te hebben gevonden, hè? Dat gevoel heb ik inderdaad gehad. Gehad? Toen ik hoorde dat je zwanger was, heb ik die brief geschreven. Kan je dan nu begrijpen hoe ik me voel? Ik heb geen medelijden met je. Irene, ik sta hier als je zus. Of dat iets betekent voor jou? Ja, voor mij heel veel. Oh, had dat dan eerder bedacht. Paultje slaapt. Weet de oppas dat ze moet komen? Ja. Gaan jullie nu naar het ziekenhuis? Ja. Irene, mag ik mee? Vader en moeder zijn geschrokken dat ik zo ziek ben. Ja, natuurlijk. Ik toch ook. Ja, ik ben natuurlijk ook hun enige dochter. Mathilde... Je wordt toch wel beter, hè? Natuurlijk wordt ze beter. Ik ben zo fijn dat je gekomen bent. Ja, want ik heb maar één zus, hoor. Ik ga even naar de wc. Eigenlijk raar dat we zoveel schelen. Ik ben gewoon een nakomertje. Misschien wel een vergissing. Haar... Hebben jullie het daar wel eens over gehad? Nee, niet belangrijk. Ik ben er nu eenmaal. Nou, soms is het wel belangrijk, hoor. Wil je het weten? Ik hoef niet te weten. Vind je het echt niet weten? Nee, waarom? George, wil jij misschien mijn broertje even naar huis brengen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Tot gauw. Aardige zus heb je toch? Dag. Toch blijf ik erbij dat mannen wat anders zien. Ik ook. Jij zeker. Oh ja, je moet maar verliefd zijn. Ja. Huh? Ja, dan heb je een probleem. Nou, een probleem. Hé, waar had Erik het nou over? Raad maar. Over het casino. God, wat ben jij nieuwsgierig. Ik wil het graag weten. Oké. Zeg maar wat je wil weten.
Wel, ik denk dat Erik het over Walter de Bak had. Die schijnt geld te vergokken in een casino. En Erik vraagt zich af hoe hij aan dat geld komt. Jij hebt met Erik gepraat. Ja. Ja, hij heeft geprobeerd mij op voor zijn karretje te spannen. Ach ja, koning is echt een rat. Als ik een raad mag geven, bemoei je niet met die man, oké? Ik mag mijn collega's toch wel leren kennen? Nou, hier zit ik toch. Hé, hey, collega. Oh, ga weg, Engert. Alle signalen zijn vlak. We hebben de test herhaald. TEG was nog steeds vlak. We hebben moeten stoppen met de beademing. Thomas is overleden. Het spijt mij heel erg, Irene.